bij het programma Gewest Friesland. Het is maaien, dat betekent dat wij nu al dwaande binnen mei heel juni, want dan is weer het Oeral Festival op Skilge. Dat wie Johan van der Zee in die tijd ik. Hij maakte reportages van gewest naar gewest. En hij maakte in 1993 een hele mooie reportage over het Oeral Festival. Die hier volgens mij een jaar eerder al maakte. Maar dat liet ik dan op dat moment zien, omdat het laatste Oeral wezen zou. Ja, ik moet weer eventjes, want ik had hem net maken. Doe het net maken? Nee, ja. Machtel Dalma. Oké. Okay. Ja, ik ging altijd in juni met vakantie. Ja, ja, ja. En nou, ik hier altijd heel graag Oeral een keer dwangbollen. Maar dan wie ik het net. Nee. Dus, en bij ons weer een heel soort die woonde dat ook griezelig graag dwam. En Machtel die had dat dus dien. Ja. Dus Machtel daar hij weer een vrije is, dus die hier wat meer mij. Maar Friesland als, ja. Als de andere collega's, Hans de Ruiter, cameraman, vond het echt een geweldig, geweldig goede cameraman. Nou, die bent ik jaren naar Skil gegaan en die en zij toch doe het laatste Oeral filmen. Ja, Oeral opgejocht in 1981, ja. Dat is in 93, een jonge Joop Mulder zegt, ja, we redden het net meer op enzovoorts om dit kwaliteitsfestival in stand te houden. Het is ernaar. Ja. Ja. Maar ik geloof dat Jostie een hier Mulder vervangen had. Want Mulder zei dat hij zitten. Op dat klopt, het, ja, ja, ja. Ja, ja. En toen is het weer terug in en Mulder zit er nog. Die zit er nog, ja. Ja, ja. Dus het kan gewoon terug in. Ja. Dat is het. Nou ja, dat zou hem dus ik in de beelden van het Oeral Festival uit af 12 jaar, wat het was. Ik denk dat het van 12 jaar weer met die prachtige beelden van alles wat er dan op Skil gaan hangen is. Radio Vrij Oeral op 95.3 FM. Wat wil je nog meer? Just 10 more minutes, 10 more minutes. Come back in 10. Doe maar wat politieks, ja? Iets actueels. Ja? In het veld. Ja, als ik zou reïncarneren, dan werd ik zeker in het veld. In het veld. Dan had ik 100 bijbaantjes, want ik heb het wel op. Wat denk jij dat Oeral voor Terschelling heeft betekend? Een hele gezonde culturele impuls. Mensen op Terschelling zelf hebben veel meer dingen kunnen zien dan ja, men ooit de kans voor heeft gehad. Anderzijds natuurlijk een enorme economische waarde. En ja, we hebben toch ook op een hele leuke manier meegewerkt aan een gezichtsverbetering van het eiland. Heel veel mensen dachten dat Terschelling alleen bestond uit allerlei jongeren die met kratten bier hier rond zeulen. Die reclame werd steeds weer opgepikt door de media. En ja, het blijkt dus heel duidelijk, Terschelling is heel iets anders. En daar heeft Oeral natuurlijk een enorme goede bijdrage bij aan geleverd. Wat betekent volgens u Oeral voor het eiland? U moet rekenen dat vroeger de periode tussen Pinksteren en het hoofdseizoen nou ja, gewoon een dal was. En Oeral heeft daar heel sterk aan meegeholpen om de maand juni voor het eiland Terschelling dus eigenlijk ook hoogseizoen te maken. We kunnen het aan, maar met de nodige moeite deze week. Het is echt, het is toch wel alle hens aan dek geweest. En toch ook wel mensen die extra in dienst zijn moeten komen. Sir, this is not a passport. Oh, there's in the this hotel. Is not the cultural passport. It's in the hotel. It's in the hotel. Yes. Well, I've heard some excuses in my time, but that beats them all. Oh. Okay, well, at in order to pick it up... At 7 why you all stop? Hello?
Lamy, it's all right. Don't worry about it. You're young enough to... A heart attack does you good every now and again. Really, a bit of pressure on the old blood system. I shall go along and see if I can find out what's going on. Okay. Would you mind getting that camera out of the way? Thank you. Okay. By the way, smile. Ik denk dat echt de Oerolpubliek komt voor een stuk cultuur om gewoon prettig op het eiland te zijn en te genieten van wat er geboden wordt. En het andere publiek, ja, dat is toch meer wat voor de horeca komt. En toch ja, een goed glas bier of wat ook. En toch ook wel groepen die echt wel problemen komen veroorzaken. Ja. Dit is waarschijnlijk het laatste Oerolfestival. Ja. Hoe vindt u dat? Aan de ene kant heel jammer. Aan de andere kant denk ik dat het toch haast onvermijdelijk is als ik deze drukte weer zie. Aan de ene kant heel jammer, aan de andere kant toch ook wel een stukje zorg minder. Ik word zondag 86. Ja. En u zit hier in een bejaardentehuis? Ja, dat is avondrood. Merkt u hier iets van Oerol? Nou, ik ben één keer even naar de Groene Strand geweest. Dan heb ik het al bekeken. Ach, nee. Kijk, wij zijn te oud voor zoiets, hè. Maar het is wel een mooi ding voor de zakenlui natuurlijk. Dat is wel een mooi ding, hè? Want die verdienen er aan. Kunt u zich nog herinneren wat u deed om feest te vieren toen u 20 was? Nou, ik heb weinig feest gevierd. Ik heb 2 bruiloften meegemaakt. Dat is ook alles wat ik... Nee, feest... Nou, vroeger hadden we dan kermis. Dat was nou wel leuk, maar kijk, dan ontbrak het geld weer. En daar zat je altijd mee. Als je had altijd krabbekas, om het zo maar te zeggen. Dat is nou, als ik het nou bekijk, denk ik wel eens, nou is dat veel mooier hoor. Gaat u zelf ook naar het theater toe? Nou, eigenlijk... Nou, heel weinig. Heel weinig. Oud natuurlijk. Je bent oud? Ja, ik ben 85 jaar, dus... Maar niet te oud voor theater? Nee, maar ik bedoel, we zijn wel... Ik ben wel met mijn dochter, even omdat ik niet kan gaan lopen, daar naar dat Groene Strand geweest om te bekijken wat er eigenlijk gebeurt. En toen heb ik toch ook wel leuke dingen gezien. Bijvoorbeeld dat schilderstukje. Hè? Ik vind het geweldig. Hè? Je vais te faire un peu de temps.
Dat wie het Oeralfestival. Maar we bluwen in de recreatiesfeer, Johan van der Zee, want in Fjouwerenjoor, misschien als die wil maken, heeg. Ja, zeker. De bewaking ja. Heeg. Ja. Ja? Het wie het doe in die tijd, zat dat het stier eigenlijk alle keren op een voorpagina van de kranten, dat er in heeg weer ruzie was hier. En dat moest opgelost worden op een of andere wijze. Het is ook opgelost, maar dan weet ik net. Wat, is dat die reportage kan? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee het hier doet de goede kant uit. Ja. En daar kwam nog wat bij. Ipe Skaaf, bekend dominee ja. En journalist, die bellen mij een keer op en die zei: mijn zoon die moest eigenlijk een keer, maar als je het bedroog op de televisie, nou, dat dienen wij net. Maar toen kwam hij in. Dat verhaal van Heeg, met al die krantenknipsels en al die toestand. En ik dacht, nou, daar heb ik toch wel wat aan gedaan. En nou, zij is Skaaf, zoon van Ipe. Meisje in de bedrijf, hebben we zien dit hoe die ontwerp win. En dat was heel spannend. Ja. Wij zitten boppen in een jammerke en ze wisten net dat wij daar zitten. Daar hebben ze haast de hele nacht hebben we daar zitten. En van daar wij. De opnamesbank. Ja. Nou, het was eigenlijk de eerste keer, hier zeker in Friesland, dat een beveiligingsbedrijf zorgde voor de beveiliging van. En dat wie vroeger de veldwachter dat, ja. zeg maar. Maar via Dirk net. Dat is, maar dit was echt nieuw. En ze deden goed. Ze deden goed, ja. Ja, daar waar ik mee praat met die mensen. Ja. Nou, we zullen er even naar. Mooie camerabeelden van Heeg in Oostjoer. Ik zie het eerst. Want mijn buurman, die, nou, als ze die een had, die echt geen idee maken. Maar op een gegeven moment, toen zie je hier, ik hier steeds vrienden, een hele groep studenten. Dan werd de blompad, of de blombakken boeten. Ik vind een mooie blombakje, hier al een kiosk. Die vliegen door de ramen in. Echt treiterig dat. Tot op een gegeven moment, ik was al heel, ik ging naar de auto en ik een meisje. En ik, want er stonden 20 mannen hier. Hè. Ik zei, mijn hoge blaag kom erop en ik stik je mijn hart stikken. Ik kiet net die in, maar ik weet wit hier. Wat je gevolg, die zei jongen, maar jongen, ik voor de rugbank, toen doen we mijn keuring 2 keer proefdeed. Ik denk, nou jongens, dit is het laatste. Mijn vrouw weer hartstikke gestuurd, ben benen ongerust en alles. Ik denk, dit zal het was. Maar is het nou een gummi, gewoon een gummiknuppel? Nee hoor, het is een lamp. Kom op dan. Hier, wat zei ik nou? Een zaklamp. Yes. Wie zijn nou? Een zaklampje. Ze mogen ook geen beuk meer krijgen. Ze mogen alleen fietsen bekeuren en zo. Ja, nee, ook nog niet eens, joh. We mogen helemaal niks. Mag alleen zeggen. We mogen helemaal niks. Heb je wel stalen neus? Dat is hier helemaal verjoken. Zeg maar, doe maar wel. Loop even door, ja? Dat is naast Oswald. Ja, dat kan wel. Ja, het is nu haast komen die cafés uit, een uur is 2 vandaag. En dan is er een kwartierke. Er binnen de mensen van Skaaf, van de beveiliging ben hier. Die brengen die druwen, of die druwen, die jagen wat uit elkaar. Of die verziekje hun om verder te gaan. En dan is het maar een jelloerke is gebeurd. Nou, van hen weet je, dan komt dat de hele nacht rot, dat mars en uur is 6 zo'n. Plus een verschrikkelijk hoop vernielingen. En dat weer vreselijk erg. En dat is nog helemaal over. Nou, die is leeg. Heel vlot. Ja. Elke burger mag iemand aanhouden bij een strafbaar feit op hete daad. Dus mogen wij dat ook. Alleen het verschil is met elke burger is dat elke burger doet dat niet. 95% loopt door als er wat gebeurt. En wij doen dat over het algemeen, wanneer de situatie dat toelaat, doen wij het dus wel. En daarnaast is het dus zo dat wij namens alle klanten van ons bevoegd zijn om mensen te verwijderen of te doen verwijderen. En wanneer dit gebeurt, dan betekent het ook dat de mensen die ergens verwijderd worden, nergens meer welkom zijn in Heeg. De politie zou het eigenlijk wel willen doen, maar gelet op onze capaciteit zijn wij eigenlijk niet in staat om continu een aantal uren in Heeg aanwezig te zijn. U zou het wel kunnen? Nee, we kunnen het niet. We hebben een bepaalde capaciteit en die zullen we in moeten zetten op bepaalde onderdelen. En daar past Heeg binnen de recreatie past daar niet in. Het is net zo dat de beveiligingsdienst in plak van de politie komt.
het is erbij. In Heeg is het nodig, zoemen de situatie daar. Het is een dorp waar in zich een hele soort recreanten bevinden, die er echt sliepen. Is het gewoon nodig dat er meer tafelzorg is dan elders. Met intensiever wezen en daarom hebben we een bewakingsdienst die daar patrouilleert. Mensen erop wijst dat ze stil wezen moeten enzovoort. Wanneer je hier zit, je kan nog even blijven zitten, een uurtje. Maar doe het dan wel heel zachtjes, anders word je meteen weer de boot ingegooid en dat is niet leuk. Ja? Bedankt. Goedenavond, mevrouw Meer. Weer het niet een halte hier. Ja, is geen probleem. Prima. Oké. We hebben dus nu het zo geregeld dat wij, zodra we 's avonds Heeg binnenkomen, gaan wij bij alle klanten langs. Bij alle aanlegplaatsen dan, jachthavens. Daar kijken we even hoeveel mensen er liggen. Daar spreken we de mensen even toe. Dan zeggen wij van jongens, doe een beetje rustig aan als je vanavond naar het café gaat en als je terugkomt en op de haven. Want er liggen hier ook mensen te slapen en er wonen hier ook gewoon mensen die overdag weer aan het werk moeten. Is er dan sprake van fysiek overwicht? Nee, het is meer psychologisch. Het is beslist geen fysiek overwicht, het is meer psychologisch overwicht. Mensen aanspreken op hun gedrag. Ervoor zorgen dat de normen en waarden weer gehanteerd worden. Zelfs al bij schreeuwen op straat, dat zorgt er gewoon voor dat het niet van kwaad naar erger gaat. En dat zorgt er ook voor dat er beduidend minder vernielingen worden gepleegd en al dat soort zaken. ...5,53 voor de 5,52 over. Ja, hier de 5,52 zeg maar. Ik ben momenteel op de Naaienwal, maar hier liggen helemaal geen boten. Prima, bedankt dat. U zult vanavond ook wel zien dat mijn collega, mijn vrouwelijke collega dan... ...die werkt op het drukste punt in Heeg, tenminste wanneer alle cafés uitkomen. En daar gaat het toch echt wel om psychologisch overwicht. En natuurlijk, ik heb van nature heb ik dit meegekregen dat ik 2 meter ben, maar dat betekent niet dat al mijn personeel zo is, beslist niet. Het gaat erom dat de mensen diplomatiek kunnen optreden, dat ze situaties aanvoelen en dat ze er goed op in kunnen praten en een beetje psychologie toepassen. Nou, weet je wat het is? Je zit hier bij een bejaardenhuis en als iedereen nou zo is als nu, dan is er niks aan de hand. Dan kan je blijven zitten tot 3:30. Ja, klopt. Maar normaal gesproken dan schreeuwen ze en dan doen ze het. Ja, de muziek gaat aan. Ja, je hebt een groepje tussen en dan kan het gewoon niet. In Heeg gaat het nu goed, maar de discussie is nog niet afgerond. Moeten de ondernemers wel meebetalen aan de handhaving van rust en orde? Ik vind dat een goede zaak, want de recreatieondernemer die heeft er alle belang bij dat ze een goed recreatieproduct in Heeg hebben. En wanneer er constant problemen of andere soort zaken zijn, dan denk ik dat de recreatieondernemer er op den duur zijn toerist kwijtraakt. Het is eigenlijk een overheidskwestie, net hetzelfde als dus eigenlijk het politieapparaat. Maar er wordt helaas te veel op bezuinigd en daar moest een oplossing voor gevonden worden. En ik vind in deze oplossing, het principe is wel dat de overheid, vind ik dus wel, alleen door mede in te investeren, anders was het ook eigenlijk niet losgekomen, is het klimaat hier 100% beter geworden. Dankzij de bewakingsdienst. De situatie in Heeg op dit moment is zodanig dat we ze kennen. De politie kent dat net alleen nog gewoon. Kent die intensieve wijze van patrouilleren de net uit vier. Daar hebben we de meer mensen voor. Is dit een tijdelijke zaak of die zolang de situatie in Heeg bloedt als die is, moeten we dit horen. Dat zorg ik een hele goede verbetering. We zorg ik dat het net meer zo is als Noord-Lierenlien. Vanavond gezeten met de jongens. Ja. Ja. We gaan nu weg. En die boot is van jou? Ja. Nou, je mag het vragen. Ja, ik wil het wel even vragen. Bij wie staan? Nou, loop maar even met me mee. Ik loop niet mee. Loop maar met die boot bij wie zitten. Wij zijn het stukje sociale controle wat er in deze maatschappij is weggevallen. Doordat de maatschappij verhardt en je steeds meer het ik-tijdperk krijgt. Men
om een voorbeeld te geven, als er een diefstal midden op een drukke winkelstraat wordt gepleegd, dan draait niemand zijn hoofd meer om. Iedereen loopt door. Dus er is misschien 2 of 3% die zal zeggen, hé jongen, wat haal jij nou uit? En vroeger was dat niet zo. En ik denk dat het nu zo is dat wij dat stukje sociale controle overnemen. Voor dus de ondernemers die ons inhuren, maar tevens voor de mensen van heel Heeg. Nou, gaat het al veel beter. We hebben, ja, de hier op de hele buurt, we zijn al dik tevreden. Ik zit er eerst nog goed thuiszicht, terug de beveiliging voor Skaaf. Die mensen, dat werkt perfect. En voorheen hebben we gezegd, nou, dan zie je hier de politie. En dan ging die nachts op een hoekje staan, hier had die Bardensing uitkwam. Nou, dat werkt als een lap op een reële lap op een stier. En deze mensen, die ben je de hele jong, die lezen wat contact met de mensen. Ze zijn winters en simmers. Ze kennen de mensen, ze weten ongeveer wat dat knipt. Nou, dat werkt perfect. Hebben wij wat, dan hebben we contact met die mensen. Zij komen geregeld en buurt te vragen, minder problemen, jongens. Nou, en dat werkt hartstikke goed onder elkaar. U ziet er nog binnen, hoor. Heeg, het is goed kwam mij Heeg. Je merkt er nou jongens helemaal niks meer van. En er binnen eigenlijk dit soort dingen ontsteert ik net meer ergens. Dacht ik wel. Dus nee, ik weet het net. Ik ben het een soort net in het nachtleven. Nee, maar dus. Ik bedoel, we soort net in de kranten steen van dat het. Maar waarom gier het denno altijd los? Waarom wie het altijd Heeg? Dat weet ik net. Nee. Er wie dus wel een plak dat mensen heel dicht bij elkaar kwamen. Dat uit die kroeg. Ja. En daar kan dan politie en dat werkte echt net goed. Nee. En die skavenmessen, die het op een andere manier als de politie. Ja, ja. En die zeggen er misschien ook wel net zo politie achter u. Nee, maar ik weet niet waarom, had nou de meesten, de jonge Rijn, in die tijd naar Heeg gaan om te knakken. Nee. Nee. Geen idee. Nee. Langwaar had het nou wel. Ja. In één week. Ja, in één week. Ja, maar dat had Menno Sapé al eerder al oplost. Dus dat hoorde ik net meer. Goed. Dat wie de bewaking in Heeg. De film kwam uit een jongetje Fjouwerenjochtig. Hij was makker doelvaar van gewest. Dat gewest terug Johan van der Zee. Die bij u zit om van alles te vertellen in gewest Friesland. Oer wat er in van gewest dat gewest ziet. Door een nieuwe week weer.